De brandweer is woensdagochtend druk bezig geweest met een grote brand in een hooischuur aan de Van Heemstraweg in Dreumel. Rook was tot in de verre omgeving te zien. Vanwege de omvang van de brand werden verschillende brandweerkorpsen opgeroepen om te assisteren. In de omgeving werden mensen opgeroepen om ramen en deuren te sluiten vanwege de vele rook. Bij de brand raakte niemand gewond.